Editie nummer 4. U mist vandaag het bekende gezicht van onze presentatrice Astrid Kersboom, die de voorgaande edities altijd zo uitstekend gepresenteerd heeft. Maar Astrid, u heeft, weet het misschien, is zakelijk afwezig. Zij is met onze koningin in Singapore. Dus ja, dat gaat uiteraard voor, zelfs boven het Beeldsportgala. Maar niet getreurd, want vanavond hebben wij de presentatie in heel vertrouwde handen. Degene die op de hockeyvereniging SCRC veel activiteiten voor zijn rekening neemt met een geweldige presentatie, is de heer Jos Vrijters. En het is ons dan als werkgroep Sportgala een groot genoegen dat de presentatie vanavond in handen is van Jos. Jos, wil je erbij komen alsjeblieft? En een hele fijne avond. Dankjewel. Nou, dat zijn wel grote schoenen om op te vullen, maar ik ga natuurlijk mijn best doen om u vanavond zo leuk mogelijk en zo mooi mogelijk door deze avond te helpen. Ik wilde eerst even wat aandacht besteden aan de Wellertown Big Band. Hiernaast me die u zo feestelijk heeft welkom geheten met mooie Big Band klanken. De band is voortgekomen uit de fameuze Koninklijke Harmonie uit de Beeld. Bestaat sinds 2008 en staat onder leiding van Marvin van der Bos. Een applaus! Uiteindelijk gaat het natuurlijk vanavond om de sporters en wie er met de felbegeerde titels vandoor gaan. Talent, sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar. Daar gaat het vanavond allemaal om. Ik ben slechts uw spreekstalmeester. En zoals dat hoort bij spreekstalmeesters, begin je altijd met een paar huishoudelijke mededelingen. Een belangrijke huishoudelijke mededeling is dat er geen pauze is vanavond. En we gaan door tot ongeveer 10:45. Dus ik hoop dat u allemaal nog naar de wc bent geweest en de rokers onder. Van de Pol van de Beweging zal u door de demonstratie leiden. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Patrick van de Pol, schrijver van Heeks Pallas. En ik stel u voor aan onze schermen van vanavond Michiel, David, Marco en Tijer. Schermen is een hele oude sport, maar het zijn eigenlijk stiekem drie sporten. Het zijn drie verschillende wapens en wij zullen ze alle drie vanavond aan het demonstreren. En we beginnen met een demonstratie op het wapen degen. Dus mag ik David en Tijer vragen om zich klaar te maken voor de wedstrijd. Margot zal de wedstrijd leiden. Ik verplaats me even anders dan levensgevaar. Valt wel mee. Het wapen degen is een steekwapen. Dat betekent dat je alleen met een punt mag scoren. Dus we zullen zo meteen zien dat zijn met name, ja, we noemen het onelegant prikken, maar ja. Het is een wapen waarmee je dus in punt in contact zit, waarmee je dus een punt kan scoren. Het hele lichaam is trefvlak, dus je mag iemand op het hele lichaam raken. Tot op zijn punt van zijn hoofd, tot aan het puntje van zijn teen. Alles is raak. De techniek is altijd even iets wat je moet uitzoeken. Maar hij doet het. Wat bij degen, waar je een degen aan herkent, zo snel, is met name de bescherming van de hand. Omdat het hele lichaam trefvlak is, is de hand hetgene dat het dichtst bij de tegenstander zit. En dus die moet goed beschermd worden, want daar kun je dus een geldige treffer op maken. Dus een degen zie je aan, herken je aan de grote handbescherming. Een wedstrijd begint eerst met het goed, dat heeft u net even gezien. En vervolgens begint de partij met een aantal snelle acties. Een schermloper is normaal wat langer dan we hier hebben. Normaal is een loper 16 meter lang. We hebben hier hoogstens 8. Vloer is ook wat gladder, dus moeten we ons een klein beetje inhouden. Maar wij doen ons best om zo goed mogelijk te laten zien hoe het spel in elkaar zit. Punt van David. Dat was een mooie aanval van Tijen, maar David weet hem te ontwijken. En maakt meteen een tegenaanval. Snel de arm. Deze is een sport voor korte snelle acties. En David scoort ook een tweede punt. De schermen vragen om 3 punten, om het niet al te lang te maken. Normaal zijn wedstrijden tot 5 of tot 15 punten op een toernooi.
Goedenavond, het is ontzettend fijn dat er weer zoveel sporters, familieleden, bestuurders uit onze gemeente hier aanwezig zijn op inderdaad de vierde sportgala van deze gemeente. De sportgala dat georganiseerd wordt onder auspiciën van de Beeldsportfederatie. Dit jaar ook weer 25 voordrachten, net zoveel als het afgelopen jaar. En de voordrachten een beetje verdeeld onder vier dames, vier heren. We hebben ontzettend veel talenten in onze gemeente. Uiteindelijk hebben we 9 sporttalenten hebben zich aangemeld of zijn voorgedragen. En daarnaast is het zo, sportend de Beeld is eigenlijk een teamsportgemeente. En dat zie je ook in het aantal aangedragen sportploegen. Uiteindelijk zijn dat er 8 geworden. Want we hadden, dat hebben we al gehad, dat cijfer, 8 en 9. Wat heel erg belangrijk is wel dat 13 takken van de sport zijn hier vertegenwoordigd, ook in al die voordrachten. 13 sporten, dat is naast de bekende sport als voetbal, hockey, heel aardig, maar ook motocross. Een andere is schaatsen, turnen. En turnen was volgens mij dit jaar voor het eerst als sport die aangemeld is. Verder zijn we natuurlijk ontzettend blij dat burgemeester Gerritsen hier is vanavond. Het is een toeval, het is uiteindelijk de eerste keer. Het heeft ook te maken met normaal staat hier altijd de wethouder sport. En die laat zich niet snel door de burgemeester verdringen, maar... gelukkig is hij in de buurt van Astrid Kersenboom en kan de burgemeester hier vanavond zijn opwachting maken. We zijn er heel erg blij mee. U draagt sport een warm hart toe, dat weet ik. Alhoewel de sport natuurlijk de laatste tijd wat minder positief in de belangstelling is geweest. Op dit moment is respect. Respect is natuurlijk een belangrijk onderwerp geworden, zeker sinds december. Maar respect, of respectvol samen, een respectvol samenleven, is eigenlijk in onze gedeelte al gemeengoed. Want sinds 2004 hebben wij al een platform wat daar actief mee is. En waar u als burgemeester ook leiding aan geeft om dat onderwerp regelmatig op de voorgrond te brengen. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. De sport... zoals ik hier sta, is natuurlijk, ik sta hier eigenlijk als voorzitter van de Beeldse Sportfederatie. En wat is dat nou, die Beeldse Sportfederatie? De Beeldse Sportfederatie is eigenlijk een club van bestuurders die alle sportverenigingen in onze gemeente vertegenwoordigen naar de gemeente toe. En dat is ongeveer 80-90% van alle sportverenigingen in onze gemeente. En wij overleggen met de gemeente, gevraagd en ongevraagd, samen met de besturen van de verschillende verenedigingen om zaken voor voorwaarden voor u als sporters voor elkaar te krijgen. En waar zijn we zo de afgelopen jaren dan mee bezig geweest? We zijn het afgelopen jaar bezig geweest met te kijken van hoe zit het nou met de sporthal in Maartensdijk? Of met de sporthal hiernaast van de Beeld? Maar ook de discussie rondom het zwembad of het vormgeven van... de combinatiefunctionaris, van hoe kunnen we die nu goed vormgeven in onze gemeente. Allemaal dingen die uiteindelijk heel erg belangrijk zijn en voorwaardescheppend zijn voor verenigingen, maar ook voor u als sporter om actief te kunnen blijven en actief te kunnen zijn. Het is bijna tijd om, denk ik, om door richting te gaan naar het verdere programma. Maar dat kan alleen maar als ik nog even een aantal mensen vast bedank. En ik denk dan in eerste instantie aan Madeleine Bakker, die als voorzitter van de werkgroep Sportgala het hele jaar hiermee bezig is geweest om dit goed voor te bereiden. En daarnaast ook natuurlijk Jos Versnel, die opnieuw de zware taak heeft gekregen om van al die voordrachten objectieve, meetbare resultaten te maken, waardoor het uiteindelijk helder wordt en is van dat we de juiste mensen straks ook als sportman, sportvrouw, sportploeg kunnen kiezen. In het bijzonder wil ik nog even één iemand bedanken. En dat is eigenlijk Gerard van der Klomp. Gerard van der Klomp is
nu bijna 75 jaar en heeft besloten om een aantal activiteiten te minderen. Maar de afgelopen 4 jaar is hij secretaris geweest van deze werkgroep, van de werkgroep Sportgala. En ik zou willen vragen of ik mijn bosje bloemen zou kunnen krijgen, zodat wij even afscheid kunnen nemen van Gerard van der Klomp. Gerard. Gerard, ontzettend bedankt. Ik weet, je doet het met heel veel verf en heel veel plezier. Je hebt me van de week nog verteld van nou, het is nu klaar. Ik ben 75 en ik moet wat rustiger aan. Of ik wil wat rustiger aan. Je wil, hè. En dan heb je ook wat meer tijd voor andere dingen. Nogmaals, namens heel Sportende Bedeeld, ontzettend bedankt. En ook voor je inzet, in ieder geval voor het sportgala. En al die andere dingen waarvan ik weet, die je ook de afgelopen jaren in onze gemeente hebt gedaan. Heel veel dank daarvoor. Als laatste wil ik nog even Manon Veldman en Niels van Vogelpoel bedanken. Jullie waren top, van voor en achter. Top. In
like to have fun, fun, fun. How about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. And as you walk in the door, I can see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so we find. See what you like to know what's going on in your mind. So let me get right to the point. I don't pop my coco every guy. Zij volgt daar logischerwijs natuurlijk wel uit. Jullie hebben al enige bekendheid in het land. En jullie hebben meegedaan, ik weet niet of de mensen jullie daar meteen van herkennen, aan een tv-programma. Welk programma was dat? We hebben meegedaan aan The Winner Is. Televisieprogramma van SBS6. Het was talentrijk, wij waren talentrijk. En jullie speelden volgens mij in de categorie familie. Want ja, jullie zijn zusjes. Ja, en we waren er al ongeveer. En hoe ver zijn jullie toe gekomen? Wij zijn winnaar geworden van onze categorie en we stonden in de finale. En is dit nou zeg maar je beroepskeuze voor de toekomst? Willen jullie professioneel zangduo worden? Dat is wel de bedoeling, ja. En daar zijn we ook al heel hard voor aan het werk, want we zijn bezig met een single aan het maken. Dus we zijn al de studio ingedoken. Het wordt nu geknipt en geplakt en gemasterd en gemixt. En dan hopen we heel snel op de radio te komen. Je bent hier op een sport gegaan, het gaat ook over trainen en over werken om aan de top te komen. Zie je die parallellen zelf ook zo? Ja, zeker wel. Ja, ja, je moet er gewoon hard voor werken om de top te bereiken. Dus. En dan begint het inzadig zo'n haar met de centrum en laten horen wat je kan. En ik ben er zeker van dat het publiek van jullie genoten heeft. Applaus voor de succes! Dames en heren, het gaat hier vanavond over prijzen uitreiken, het gaat over sport. Maar het is altijd leuk om even te onderbreken met kijken naar sport en te genieten van prestaties op een podium. We hebben vanavond een demonstratie voor u van een hele edele en nobele sport. Dit bepaalt de winnaar voor deze partij van vanavond. Een mooie uitval, een mooie loopaanval van David en hij wint de prijs. Heel goed. Gaan wij door naar het wapen Floret. En voor Floret hebben wij Michiel en Margot als spelers voor vandaag. Margot is lokale schermster. In die zin, ze woont in de wereld, zo die vlak om de hoek. Heeft jarenlang zeer actief geschermd. Heeft in de top 5 van Nederland geschermd. En zal vandaag samen met Michiel het wapen Floret demonstreren. Floret is net als degen ook een steekwapen. Het is ook ontwikkeld ooit als oefenwapen voor degen. Schermen is eigenlijk ontstaan door soldaten die vroeger, ja, de Romeinen en Grieken hadden gewoon houten en botte wapens beginnen om te trainen met elkaar, gewoon om te oefenen voordat ze elkaar met echte scherpe wapens te lijf gingen. Daar zijn ook spelvormen van ontstaan. De meest bekende zijn de riddertoernooien van koning Arthur. Maar de wapens die wij nu hebben lijken geen zins meer op de grote zwaarden die ze destijds hadden. Wapens tegenwoordig zijn... De week uit Westbroek bestaat, heeft met een hecht en talentvol team bewezen tot grote hoogtes te komen, waar een kleine club groot in kan zijn. DOS B1 heeft ploegen met beduidend oudere spelers en tegenstanders van veel grotere clubs verslagen, op zowel kwaliteit als mentaliteit.